Goedemiddag en welkom bij Infoblaza TV. Er trekken veel wolken over Nederland en die zijn niet altijd even vriendelijk, want er zit ook neerslag bij. Niet in het noordoosten, daar is het droog, maar in het zuidwesten valt wel neerslag. In de vorm van regen, misschien wat ijzel, stelt allemaal niet zo heel veel voor, de hoeveelheden dan, maar het kan wel glad zijn. Ook in de rest van het land, heel misschien wat lichte neerslag. Maar in de nacht wordt het in het noordoosten sowieso weer droog. Daar vriest het 3 graden, in het zuiden ligt de temperatuur rond 0. En vooral in het zuiden blijft wat lichte winterse neerslag mogelijk. En dus ook gladheid. Morgen overdag in het noordoosten wat zon. Het blijft daar vriezen. In het zuidwesten dooit het met plus 3. Hier en daar valt wat neerslag. Groot zijn de hoeveelheden echter niet. En datzelfde geldt ook voor donderdag. Als eigenlijk alleen in het uiterste zuiden nog wat neerslag mogelijk is. In het noorden is het winterweer. Rustig met wat zon. In het zuiden overheerst de bewolking. Daarna gaat de temperatuur omhoog en het nieuwjaar start in de plus. Met zaterdag weer kans op een winterse bui.